Mijn naam is Frits Goedgedrag. Ik ben voorzitter van de Raad van Advies van Aruba. En mijn naam is Albert Braamskamp. Ik ben adjunct secretaris bij de Raad van Advies van Aruba. We zijn maandag begonnen met een openbaar college over openbaar financiën. Daarbij hebben we gesproken mijn persoon en Peter van den Berg van de Raad van State, afdeling begrotingstoezicht. We hebben het gehad over toezicht op financiën. We willen toe naar een beheersbare openbaar financiën. En in dat kader hebben we mensen van alle disciplines die met openbare financiën te maken hebben uitgenodigd. Rekenkamer, Departement van Financiën, Centrale Bank enzovoorts. En de afgelopen dagen hebben we met name toedrachten gehad van de mensen van Nederland. Dus een vertegenwoordiger van de Rekenkamer. Zoals ik net zei, meneer Van den Berg van de Raad van State en ook iemand van het ministerie van Financiën. Verder hebben onze eigen mensen ook aangegeven wat wij hier doen, wat betreft openbaar financiën en toezicht daarop. In Nederland is natuurlijk een volledig uitgewerkt toezichtssysteem in place. We hebben op Aruba het CAFT, wat een externe toezichthouder is, en de Raad van Advies die een adviesfunctie vervult binnen de begrotingsketen. We hebben gemeend alle participanten in die begrotingsketen uit te nodigen, zoals Frits terecht zei, van de Algemene Rekenkamer tot aan de Directie Financiën en alles wat daartussen zit. En we praten eigenlijk over de vraag van hoe kunnen wij nou op Aruba zo effectief mogelijk toezicht houden op de openbare financiën, zowel op de bestedingen als op de verantwoording. En ieder vanuit zijn eigen discipline heeft daar een input in. En de Nederlandse inleiders kunnen iets vertellen over de Nederlandse situatie en wat daar de problematiek is. En dan zie je ook dat er overeenkomsten zijn, ook natuurlijk grote verschillen. En we komen uiteindelijk hopelijk morgen vrijdag tot een soort slotconclusie waarmee we allemaal binnen onze eigen verantwoordelijkheid verder kunnen. We hebben dus gemerkt dat Aruba ontkomt er niet aan. Overal ter wereld heb je toezicht op het openbaar financiën. Ook in Europa hebben we dat, Europese Unie. Sinds 2015 hebben we hier een echt toezicht van een college, Aruba Financieel Toezicht. Dus eigenlijk een Arubaans college, waarin dus iemand van Nederland, iemand van Aruba en een door Nederland aangewezen voorzitter zitting hebben. In 2018 loopt de termijn van dit college af en we hebben gemeend om alvast de discussie hierover te starten, want wat gebeurt er na 2018? Eigenlijk na 2019, want de begroting van 2018 wordt ook nog beoordeeld. Maar daarna, wat dan? We zijn er nog niet uit en zoals Albert net zei, we hopen dus na morgen toch een idee te kunnen hebben. Er zal zeker een follow-up moeten komen. Waar het al niet alleen omdat Frits zegt terecht van het toezicht eindigt in 2018, tenminste het CAFT-toezicht eindigt in dat jaar, maar ook de normstelling eindigt in dat jaar. Dus de begrotingsnormen die nu in de landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht staan, die eindigen op dat moment ook. Dus we denken ook heel erg duidelijk na over wat zullen de begrotingsnormen zijn voor de toekomst. En dat zal uiteindelijk in een wet worden vastgelegd en of dat nu een verlenging is van een LLATFT of een eigen lokale landsverordening, daar praten we nu over. Dus die follow-up komt er zeker. We kunnen niet anders.